Hallo, wij zijn Damien en Jamie en vandaag gaan we mensen interviewen bij een vlucht van een dijkdoorbraak. Hoe en waarheen zou u vluchten? Nou, ik zou zeg maar met een bootje gaan vluchten en waar naar land waar je droog kan staan. Hoe en waarheen zou u vluchten? Ik zou vluchten naar familie, waar het droog is, waar je gewoon op droge voeten kan staan. Waarom zou u daar naartoe vluchten? Nou, omdat je dan toch nog mensen kent en je bent droog. Oké. Hoe en waarheen zou u gaan vluchten? Van wat? Van een waternoodsramp. Oh. Oh, ergens naar mijn eigen huis, want ik woon hoog. Ik woon in het Westerwolde, dus ik heb geen last van overstromingen. En als er veel water is, gaan we toch naar een lager gebied. En dat is niet bij ons. Hoe en waarheen zou u vluchten als er een waternoodramp was? Ja, naar het hoogste punt waar het water nog niet is. Hallo, hoe heet u? Ik ben Lijsbeth. En wie bent u? Jamie. Goedendag, Jamie. U bent toch gevlucht met de waternood? U bent toch gevlucht met een waternoodramp? Ja joh, we moesten wel. We hebben eerst 5 dagen op zolder gezeten met kinderen en de moeder, maar dat was geen doen. Zo krap en koud en behelpen, kon echt niet blijven. Waar bent u naartoe gevlucht dan? We zijn naar Amsterdam gegaan en weet je, we zijn terechtgekomen in een opvanghuis voor Belgische vluchtelingen. Die waren er niet meer hoor, want die waren wel doorgegaan, maar die kwamen uit de oorlog hè. Maar daarom waren er zoveel plekken. We hadden daar een bed, we hadden eten en drinken, we kregen kleding. Het was echt heel goed geregeld. Hoe vond u je daar? Nou kijk, het was heel goed geregeld. Het liefst ben je gewoon thuis, maar dat kon toch gewoon niet, want alles was gewoon weg.